Amateurtheatergroep KNAP speelde de afgelopen dagen het stuk Vreemden in een lift in winkelcentrum De Nieuwe Passage. KNAP, ontstaan in en rond het Sportfondsenbad aan de burgemeester Knapperklaan van Schiedam, speelt haar voorstellingen altijd op bijzondere plekken in de stad. Deze keer midden in het winkelcentrum waar vroeger het Theaterpassage gevestigd was. Vreemden in een lift is het door de Schiedamse historicus Han van der Horst bewerkte versie van Alfred Hitchcock's Strangers on a Train. Bernard Bode had de regie in handen. Het verhaal in het kort. Als je een moord pleegt, zorg dan dat je geen motief hebt en dat je het slachtoffer niet kent. Dat je er niet voor betaald wordt en dat er geen enkele link is tussen jou en het slachtoffer of bekenden van het slachtoffer. Niets koppelt jou aan het slachtoffer. Ooit werden hier de nieuwste films verkocht.